Ritter Amsterdammers. Welkom in de OBA Amsterdam, de grote bibliotheek. Mooi dat we hier weer kunnen zijn vandaag. Ik ben Chris Kellermans, samen met Jaak de Poot, de host voor de 6e editie van Amsterdam's Buurtfilm Festival. Mag ik handen zien van mensen die films hebben gemaakt? Kijk. Zo. Dus iedereen die geen films maakt zoals ik, kan vandaag veel leren. In de gave plas zie ik mijzelf. Heel de wereld, dat spreekt vanzelf. Niet vreemd of raar, maar mooi verschil. Niet keer afwachten, maar juist wel willen willen. Gaas de plas, daar stroomt de Rijn, maar ook de Nijl en de Amazone, dit is van mij. Het Amsterdamse Buurtfilm Festival is een festival. Ooit, 6-7 jaar geleden, klein begonnen in Amsterdam Oost, Indische buurt waar ik zelf woon. Maar dan groeit elke jaar, zoals wij vandaag hier met zijn 50 mensen in de zaal. Omdat de corona-maatregelen zijn we zelf hier met 265 mensen in de zaal zitten. Dat is niet gebeurd. Wie weet, volgend jaar wel. De eerste keer dat ik Kibrit sprak was online, in februari dit jaar. En hij bleek al 6 jaar dit te doen. Tenminste, we zijn volgens mij de 6e editie. En timmer je al heel lang aan de weg. En ook wat ik hoor van alle verhalen tot nu toe, is dat het bereik enorm is, omdat je met al die verschillende filmmakers inderdaad het perspectief van de hele stad en de hele wereld laat zien. Gaas de plas, daar stroomt de Rijn, maar ook de Nijl en de Amazone, dit is van mij en van jullie. Wat ik wel mooi vind in de titel, Buurtfestival, dan denk je mensen dat het alleen maar voor de buurt is, terwijl het gewoon de wereld hier bij elkaar komt. En dat is een mooie insteek, de verschillende perspectieven van al die verschillende makers op de wereld, op de stad, en hoe wij met z'n allen kijken naar die stad en de toegankelijkheid. Mag geen enkele brug voor hen openstaan, want generaties zijn er voorgegaan om het land op te bouwen waar zij nu op staan. Want ik denk ook dat de vorm heel toegankelijk en heel mooi is. En ik hoop ook dat alle andere stadsdelen dit zeg maar gaan adopteren. Een mooi Zuidoost, hier heb ik altijd in geloofd. Hier ben ik het beste beloofd. Mijn naam is Jij Kapoot. Chris had me vanmiddag al even aangekondigd. En ik ga jullie allemaal meenemen in het laatste deel van het programma voor samen vandaag. Leren, samen streven, hun ouders afkomstig. Uit verre streken, die nu de wijsheid samen delen. Ik zie die kinderen wijzen worden, zelf ondernemen, zelf sporten. Niets houdt hen tegen, geen angst uit kranten, want het succes ligt in hun handen. Zijn dan de makers van het vuilnis? Ja, vuilnis ja. In zaal. De maker werd er maar één maand voor. Is dus gewoon die saamhorigheid in de buurt. Mooi, en om op het ABF even terug te komen, volgens mij ben jij ook even een makerstuk meegedaan met het lab. Klopt dat? Ja, dat was het wel. Wat maakte dat u nou echt dacht, ik ga met vuilnis iets doen? Dat de aanleiding was natuurlijk het vuilnis zelf, maar is overlast van. Amazon, dit is van mij, mijn wonderschoon, Zuidoost voorbij, mijn vrij zoon. Ontzettend bedankt aan iedereen die die films heeft gemaakt. Dat is echt, echt geweldig. Dat is echt een cadeautje. Ik ben dronken van die cocktails. Kijk, hartstikke bedankt voor de film. Volgend jaar wordt georganiseerd. Het zijn de ultieme plekken om de stadsbewoners te ontmoeten en om aan de slag te gaan met films. Dus je bent van harte welkom. Dankjewel. Ahoy. Het is gewoon een bijzonder avond voor mij. Ik heb het wel gevoeld dat alles een beetje met haast ging. Maar
ik zie bij jullie op het gezicht voor iedere mensen, het is maar blijheid. Dus dat maakt mij ook een beetje, dat geeft mij ook een beetje rust. Dus daar ben ik blij, daar ben ik absoluut dank jullie wel allemaal voor jullie mooie bijdrage. Want dit heb ik niet met eentje gedaan, dit hebben wij samen gedaan. Dit is niet alleen mijn zaak, dit is ons allemaal gezamenlijk belang. Dus dit is ons werk, het Amsterdamse Buurtfilmfestival. Zo kunnen wij zien. En daarom, ook bij deze, doe ik nog een keer, misschien heb ik het nu voor zoveel keer gedaan. Wees ons PR-communicatieofficers. Daar zoeken wij hard op. Want we hebben 7 jaar lang met het Amsterdamse Buurtfilmfestival, dit is de 6e editie, 1 jaartje kunnen wij niet doen. We gaan gewoon nog meer jaren doen. Amsterdam Buurtfilmfestival is het misschien morgen nog een andere buurtfilmfestival ergens anders in Amsterdam. Wij hebben die bouwt Amsterdam. Want we zijn dus in dat geval de pionier van het buurtfilmfestival. Maar het buurtfilmfestival gaat het over. Yes. Jij bent de pionier ooit geweest. En volgens mij wil iemand je onder andere daarvoor even heel graag bedanken. Mag ik een heel groot applaus? Het is direct voor de prijzen. Terwijl we op de jury wachten en in spanning zitten voor de prijzen, dacht ik, ik neem even de gelegenheid om Kibret, mijn collega, heel hartelijk te bedanken. Want ik ben Jessica, ik werk voor de OBA. Een aantal jaar met jou samen, Kibret. Ja. En ik heb van heel dichtbij mogen meemaken hoe jij je ontzettend inspant om dit hier neer te zetten. En wij zijn heel blij, ik mag wel wij zeggen, met Roger en de andere collega's die jullie er langs hebben zien lopen, om jou hier te ontvangen en dit prachtige festival elk jaar weer te mogen doen met die enorme... Zonder jouw inspanning zou dit niet bestaan. Zonder de inspanning van Kibret zouden wij hier niet staan. Dus vanuit de OBA willen we je heel hartelijk bedanken en we hopen op nog vele jaren. We gaan op naar een jubileum van 10 jaar. En nog veel verder dan dat. Dus nogmaals, hartelijk dank. Veel zweet op jouw hoofd, hè? Van alle bedankjes. Dit lijkt een tef, weet je van de tef? Het is een Ethiopische ingrediënt waar wij in Jera de Ethiopische pannenkoeken van maken. Lijkt een beetje. Oh. Het is wel mooi, lijkt je wel. Bewust samengesteld boeket. Ja. Okay. Een liedje voor Kibret. Want in Suriname is het traditie. Als je uit bent gevraagd door de gasten, moet je een liedje voor Kibret. Komt nou, hè? Dus ik wil jullie allemaal heel hartelijk bedanken. Iedereen die heeft gemaakt, die in de films heeft meegespeeld. Iedereen die hier als publiek naartoe is gekomen. Onze jury,
het hele team. Ontzettend bedankt aan de bibliotheek die weer vandaag, die ons vandaag mocht ontvangen. Dank jullie wel voor het hele team. Kibret, dank je wel voor deze 6e editie en ooit het idee opperen om dit te gaan organiseren. Dus heel erg applaus voor jullie allemaal. En tot volgend jaar. Yes, dan willen wij van de OBA nog even het ABFF bedanken, de moderators, alle filmmakers en natuurlijk alle bezoekers. Dank jullie wel en hopelijk tot volgend jaar. En dan niet een huishoudelijke mededeling. Voor iedereen, dus maar eerst moeten we vechten, niemand weet hoe lang. Eerst moeten we vechten voor ons belang. Eerst moeten we vechten, niemand weet hoe lang. Eerst moeten we vechten voor ons belang. Voor het geluk van iedereen, dus vechten we samen, samen sterk. Ja, vechten we samen, niet alleen. Voor het geluk van iedereen, dus vechten we. Samen staan we sterk, ja, vechten we samen niet alleen. Heel belangrijk, en samen is belangrijk. Samen, ik vind het zo mooi. Ik zat naar die filmpjes te kijken, was helemaal weg. Ik wilde durf daar niet meer op te treden. Zo'n goede sfeer. Thank you.